Wel, muziek is bij ons thuis wel een beetje een erfelijke aandoening, aangezien dat iedereen bij ons in de familie ooit wel conservatorium heeft afgewerkt en als professioneel muzikant heeft gewerkt. Maar bij mij is het begonnen klaarblijkelijk toen ik een jaar of twee was. We waren door Brussel aan het wandelen, mijn ouders, mijn zus en ik. En ik was blijkbaar nog in de buggy. En ik was normaal gezien een heel, heel rustig kind altijd. En op die ene dag zouden we langs een winkeltje gepasseerd zijn. En daar stond een kleine cello in de vitrine. Dan heb ik blijkbaar voor de eerste keer in mijn leven een scène gemaakt dat de mensen van verschillende straten verder kwamen kijken op welke mensen dat er hun kind aan mishandelen waren. Want ik was aan het schreeuwen dat ik absoluut dat ding moest hebben. En zo is het eigenlijk begonnen. Als kind was ik er zeker van dat ik solist ging worden en topcellist ging worden en alle dingen die elk kind zich voorstelt. En dan is realiteit komen toch een beetje komen binnendwarrelen. En tegen mijn 15, 16 heb ik mij voorgenomen om dan echt voor cello te gaan. En dan tegen dat ik 18 was, was ik het weer helemaal beu. Omdat ik zo heel veel wedstrijden en zo heb gedaan. Heel veel lange stukken, mij heel lang studeren tussen. Dus om mijn 18 was ik het weer beu, dan heb ik weer een jaar podiumtechnieken gedaan op school. 2 jaar, sorry. En daarna dan toch besloten om met alle basis die ik al heb en de zekere faciliteiten die ik heb, dankzij dat ik zo vroeg begonnen ben, om dan toch weer verder te doen met cello, heb ik weer volop wedstrijden gedaan. Iets langer nu, voor 1 jaar of 5. En daarna had ik weer een gigantische afkeer. Want die wedstrijden zijn fantastisch om je niveau omhoog te houden. Maar ik had ervan verwacht dat uit 1 wedstrijd komen concerten en de bal begint dan zo te rollen. Maar eigenlijk is dat niet echt zo. Elke wedstrijd zit een beetje apart. En die geven elk wel een laureatenconcert. Maar de bal begon niet te rollen gelijk dat ik dacht dat hem zou beginnen rollen. Dus de motivatie is dan ook wel weer een beetje weggezakt. Met corona is het moeilijk geweest, want ik heb letterlijk volledig zo'n beetje zonder inkomsten gevallen. Wat dan niet heel aangenaam is, vooral omdat ik er heel mijn leven eigenlijk daarvoor al heb in geïnvesteerd op die paar jaren pauzes tussen. En ik was juist volop aan het opbouwen, ook voor naar een job te vinden als een vaste job in een orkest. Maar misschien nog voor de toekomst, dat gaan we zien. Ik ben momenteel aan het zoeken ook in andere richtingen, om andere dingen met mijn cello te doen, niet alleen klassieke muziek. En te zien hoe ver ik er daarmee raak. Mijn droomtoekomst zal eruit zien dat ik ergens een vaste job zou kunnen hebben, oftewel op een goede plaats, zoals een conservatorium voor les te geven, met liefst gemotiveerde leerlingen die niet gewoon 1 keer per week langskomen om hun instrument te stemmen in de les. En daarnaast eigenlijk zoveel mogelijk verschillende dingen. Dat is hetgene wat mij daarvoor vaak heeft, mijn energie en mijn motivatie vaak heeft tegengehouden, is dat ik de indruk altijd had dat het heel veel van hetzelfde is en een beetje altijd zo in dezelfde cirkel blijft ronddraaien. Ik zou graag filmmuziekopnames doen, dingen voor popmuziek, van tango's tot eventueel ook elektronische muziek. Eigenlijk zoveel mogelijk verschillende dingen. Een zo gevarieerd mogelijk leven. Ik denk dat variëteit nog altijd de spijs van het leven is, dus dat zou voor mij een optimaal toekomstbeeld zijn.